Vandaag zijn we bij looprondje Koekangen. Dit is een Koekangen is een klein plaatsje in Drenthe. En daar gaan wij de 5 kilometer lopen. Ik ga zo even op zoek naar het startnummer en ik zie jullie zo meteen weer. Nou, we hebben de start gevonden. Het weer, dat wordt er niet echt beter op, geloof ik. De wolkjes die zijn al aardig zwart. Het waait behoorlijk. Dus misschien kunnen we wel eens eventjes de waterafstotende lens van de GoPro uitgetest hebben. Dit keer. We gaan het vanzelf zien. Gezien ik bij de start ben, ga ik nu even mijn startnummer ophalen. Spreek jullie zo. Nou, we zijn bij de start. We gaan nu beginnen. En ik zie jullie bij de eerste pitstop. Yo!
Nou, hier word je niet echt dondervrolijk van. Ik heb aardig wind, tegen de wind in. Regen, zoals je wel op de grote lens kan zien. En ja, het is even pittig hier. Maar geen heuveltjes. En dus dat valt allemaal weer mee. Vergeet even niet, jongens, even subscriben, liken en druk op het belletje. En laat even een comment achter. Dan ga ik weer snel verder. Want ja, het is een beetje jammer dat weer. Nou, we zien elkaar straks weer. Yo! Af en toe zie je even een doekje voor het scherm langs gaan. Dan veeg ik even de overtollige regendruppels ervan af. Dan weet je er even van. Tot zo! For way too long, this can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them. Ach kijk, daar komt me wat moois tegemoet. Het allerbekende waterpasje. Ja, we hadden net zo'n wind tegen, ging helemaal nergens meer over. Oh, kan ik deze meteen even, zo, alles weer zichtbaar, ja, mooi. Gaan we nou een lekker slokje water drinken. Zijn we al dik over de helft? Ja. Beetje water. Beetje water. Absoluut. En anders kunnen we onze mond wel open houden, de lucht in. Maar daar komt natuurlijk ook een beetje water uit. Ja. Nou,
even uitrusten. Wat een klote regen, wat een klote wind. Maar wat een leuk loopje, heerlijk. Konden we gebruiken. Nog wat meer mensen zie ik die er echt naartoe waren. Wij gaan ook weer verder. Daar gaat hij. Dankjewel. Nou, oh, ik zal nog even de lens poetsen. Zo. En dan kunnen we weer. Mooi. Op. Oh, zit hier de lens. Wat? Ik ben ook helemaal in de war. Nou, iedereen is mij voorbij gestreefd. Dus ik denk dat wij hetzelfde maar even gaan doen. Komt ie weer. Gonna find them, la 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 la, they better start hiding. We'll be running with the lions, lions, oh. We'll be running with the lions, lions, oh. They can't run, they can't hide. We'll be right back.
Nou, het regent hier alweer behoorlijk. Het is één plensbui. Dus ja, hoe ik hier zo over de finish kom. Ik hou de lens wat hoger, dat hier geen regen in kukelt. Maar ja, we houden hem zo niet droog. Ik, wat ik al zei, af en toe ga ik er wel even ja, met een doekje of wat dan ook langs. Ach, kijk, schaapjes. Nou, dat is toch wel leuk, hè? Even een beetje natuur meepikken. Nou, af en toe even het lintje poetsen en wij kunnen wel weer. Ik denk dat we er straks ook zo zijn. Ja, nog maar 500 meter. En dan hebben we hem alweer gehaald. Nou, ik hou het doekje erbij. En wij zien elkaar wel bij de finish. Deze heerlijke, doch zware koekangeren. Joho! Kim Duursma, die gaat nog een keer rond. Die komt door in 30.06. Ja, goed zo. Dat was hem dan. Het looprondje van Koekangen. Wij gaan even richting de afsluiting. Ik spreek jullie daar zo.
Dit was hem dan, het looprondje van Koekangen. Een pittige 5 kilometer door storm en regen. Maar hij was wel heel erg lekker. Ja, jongens, eventjes niet vergeten. Subscriben, liken, druk even op het belletje en laat even een berichtje achter. Dat maakt mij weer hartstikke vrolijk. Volgende week gaan wij meedoen aan een bosloop in Veenhuizen. Dat keer ook de 5 kilometer. En wij gaan de week erop gaan wij naar de TT-run in Assen. Dit wordt een hele speciale run. Want dit wordt de laatste keer dat zij op het TT-circuit een run gaan organiseren. Dus het is wel een beetje uniek. Nou, ik ben benieuwd. Hij staat er weer naast mij. Het is vandaag geworden. De Orval. Een transpistenbiertje. Kijk eens. Een heel apart flesje. Dus het zal ook wel een heel speciaal biertje zijn. Even kijken. Oh, kijk. Ze zijn me gunstig gezind dit keer. 6,2% alcohol. Nou, wij gaan eens even kijken of deze dit keer ook gaat ploppen. We zien het vanzelf. Komt-ie. Nee. Vorige week hadden we nog even een beetje geluk. Maar het ploppen zit er vandaag weer niet in. Maar ja, dat zal niks aan de smaak afdoen. Hopen we maar. Daar komt hij. Orval. Beginnen we met de dames. Ja, ze hadden er ook zuur bier achterop kunnen zetten. Maar ja, dat verkoopt natuurlijk ook niet. Wat zit hier allemaal wel niet in? Ingrediënten: water, gerstemout, hop, suiker en gist. En zuur. Ja. Annemarie Weda, die is tweede geworden in 21,48. Nee, hoe lekker vorige week dat 9% biertje was. Die slobberde zo weg. Gaat deze 6,5%, die is niet weg te nakken. Dit is toch weer heel erg jammer. Het zijn geen goedkope biertjes. En de prijzen die worden uitgereikt. Nee, dat kost altijd wel wat. Nou ja, nog één keer proberen. En anders dan gaan wij naar de kroeg. Die is niet weg te nakken, jongens. Absoluut niet. Niet lekker. Ik zie daar een kroegje. Jongens, ik zie jullie volgende week bij de Bosloop in Veenhuizen. En geniet van het weekend, geniet van de week en geniet van het leven. Ik ga naar de kroeg. Yo! Dan gaan we door naar de mannen. Op de derde plaats.